Hey mensen, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video van Your Games. Vandaag spelen wij Flinthook. En Flinthook is, zoals je ziet, een 2D sidescroller. En het is een roguelike game. En daar bedoel ik mee dat als jij afgaat, dan is het ook gewoon gelijk klaar. Je gaat eigenlijk willekeurige levels spelen. En die zijn dus steeds ook willekeurig gegenereerd. Dus alle obstakels die je gaat vinden in de levels zitten altijd weer op andere plaatsen, et cetera. Nou ja, you get the point. En wij zijn een klein, ik weet niet precies wat we zijn, een soort spookjeskind. Maar we zijn dus ook een bounty hunter. En je kan dus zelf in de levels, ga je dus op zoek naar de boss. En op de boss staat dus een bounty. En dat is dus ook het einde van de level, de baas verslaan. En dat gaan we nu dus ook proberen te doen. Oké, wat is dit? Dit heb ik nog allemaal niet gezien. Oh, dit is een soort shop of zo. Hier kunnen we dus een schild kopen voor 40 gold. Nou, gold vind je ook weer in de levels. En we hebben dus 0 gold. Oké, is dit een... Nee, dat is nog geen vijand. En ik moet wel echt zeggen, deze game ziet er wel heel, heel cool uit. Hele toffe pixel art. Ik kan het wel een zwak voor. Oké, nou, we moeten dus hier allemaal niet heen. Ik denk dat we naar onder moeten. Oh ja, hier moeten we heen, want het gevecht gaat al komen. Er zijn dus allemaal verschillende enemies. Oh shit, oeps. En het is best een moeilijke game. Oh, want als je afgaat, zoals ik net al zei, dan is het gewoon klaar, you know? Kijk, we hebben dus een haak, we kunnen de tijd stilzetten. Je hebt wel verschillende tricks up your sleeve om dus zo je voordeel te behalen. Oh, damn. Oké, ja, nou, dat ging best nog wel aardig. Oh, wojo. Die komen allemaal naar me toe. Oh, even weg hier hoor. Even naar boven, met mijn haakie. Oké. En, oh, damn. Ja, dat slow motion is best wel handig. En best wel freaking badass. Kijk, bam. Oké, nou, hup, omhoog. Jammer dat je niet een soort van melee aanval hebt of zo. Oh, kom maar. Ik heb nog 70 held. Hey, kijk eens. Ik heb de kamer geklaard. En dat betekent loot. Oh, 3 appels. Ik heb dus weer mijn levens terug. En het leuke van deze game is dat je ook perks hebt. En die kan je dus voor elk level... Oh shit, die kan je dus voor elk level kan je dus die equippen. Oeps. Waardoor je dus ook weer je voordeel kan halen. Oh, damn. Oh man, weer een leven verspeeld voor nothing. Maar we hebben hier wel weer een leuk kistje en ik hoop dat... Ja, appeltjes. Dat is wel fair, dat is wel fair. Oké, maar we zijn dus nu op zoek naar een bounty. Ik ben level 1, je levelt ook. Hoe hoger je bent, hoe meer shit je krijgt. En onze bounty, die zit dus wel ergens in een kamer. Ik heb alleen geen flauw idee waar. Ik moet zeggen, de soundtrack is ook wel pretty nice. Echt een underrated game. Het kostte ook maar 6 euro. Dus er zijn nu best wel weer wat indie games in de aanbieding. Op PlayStation Store. En zoals jullie weten ben ik niet vies van hier en daar een indietje. Wow. Dit ziet er best wel tof uit. Oh, dat is wat minder tof. Ik heb geen flauw idee wat er precies gaat gebeuren in deze... Hey, ik moet denk ik deze even draaien ofzo. Hier of zoiets? Nee, toch niet. Dit was gewoon een lootkamertje, denk ik. Hey, was dit niet de baas? Ja man, dit is de baas. Dit was onze bounty. Dat heb ik jullie helemaal niet laten zien, maar dit was dus de bounty. En hier doe je het voor. Als je nu dus afgaat... Wow, what the hell? Ik ben aan het klooien, jongen. Hier kan hij me niet raken. Jeez. Oké. Nou, we moeten dus gewoon even rondjes draaien. Of is dit helemaal niet de baas? Zou ook kunnen dat het niet de baas is. Maar ik denk het wel, want hij heeft best wel een apart aanvalspatroon. Oké, hoep. Yes. Ja. Was dit hem? Ben ik wel benieuwd. Was dit mijn bounty? Nee man, dit was helemaal niet mijn bounty. Ik denk dit is de boss fight, maar echt totaal niet gewoon. Dus nogmaals, als je nu afgaat is het gewoon dan. Maar hey, misschien was het hem toch wel. Of niet? Oké, wat zou dit zijn? A ghost gem. Oh ja, dat is voor... We hebben ook een kompas.
En we moeten nog 2 Ghost Gems van de 3. En dan komt volgens mij de baas pas. Damn. Hey, nieuwe enemies. Oké, ik wacht eventjes op dit slome platform. Even slow motion. Oh, damn. Oh, shit. Oké. Improvisatie. Oké, let's do it. Badass. Oké, dat was best wel cool. Oh, ik hoop echt dat ik even wat appeltjes krijg straks. Want dit is natuurlijk niet de best. Nog een lading. En wat ga ik precies doen tegen dit knulletje? Niks, want ik ben down. Fuck. Oké, nou, we zijn dus weer in een andere kamer. A little bit of gold never gets old. Nou, precies. Oh, nou, we moeten weer even door. Nou, we hebben natuurlijk rechtsboven ook een soort van minimap. Dan kunnen we dus zien waar we precies zijn. En dan gaan we dus even naar de vraagtekentjes toe. We krijgen weer die irritante knaap. Ik dacht bijna in 1 keer. Yes. Richt is af en toe nog wel een beetje een pain in the ass. Oké, nou, ik word er wel weer steeds ietsjes handiger in. Hey, kijk, hier hebben we een leuke crate. Yeah. Oké dan. Hier hebben we dus ook weer gelijk een nieuwe gem. Voor onze slimy friend. Nou, wij gaan dus verschillende ships af op zoek naar onze bounty. Nou, we hebben er nu 1 kapot gemaakt weer. En ja, dit was ook de episode voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik vond het zelf best wel een pretty fun game. Ook een hele leuke pixel art stijl. En mensen, als je het een leuke video vond, doe dan even een blauw duimpje omhoog. En vergeet vooral niet te abonneren. En ik check jullie in de volgende. Peace out.